Al meer dan 20.000 weergaven heb ik gekregen op het reageren op mijn eerste video. En ik dacht, waarom zal ik daar niet een vervolg op gaan maken? Maar dan ga ik reageren op mensen die stoppen met YouTube. Ik hoop echt dat we leuke video's weer gaan tegenkomen en we gaan gewoon hier op de YouTube homepage zoeken naar ik stop met YouTube. We gaan hem natuurlijk weer sorteren op uploaddatum. En we krijgen hier allemaal video's waarin mensen stoppen met YouTube. Er zitten ook Engelse video's tussen, had ik al gezien. Maar we gaan gewoon de Nederlandse YouTubers opzoeken die stoppen met YouTube. De allereerste zielige video waarin een meisje stopt met YouTube. Ik stop. YouTube doet het niet bij mij. Ik wil heel graag verder gaan. Maar dan moet ik... Doet het niet. Dan moet ik allemaal dingen invullen. En dat heb ik gedaan. En toen deed het niet. En toen... Ik kan geen lange video's meer uploaden. Dus ik ga dit niet meer doen. Ik stop. Doei. Wat? Wat de heck? Huh? Hoe kan ze een recap? Hoe kan het meisje nou zeggen dat ze niks kan uploaden terwijl ze toch deze video heeft kunnen uploaden terwijl ze allemaal gegevens moest invullen om video's te kunnen uploaden? 3, 2, 1. Ik stop alleen met YouTube. Zielig kijkende emotie, heel hard huilende emotie, gek. Een blije emotie. Hallo iedereen, leuk kijk naar deze nieuwe video. En deze nieuwe video is eigenlijk geen video, gewoon een korte mededeling. Okay. Ik ga stoppen met dit account. Allee, stoppen niet. Ik ga alleen stoppen. Want ik en Naomi nemen dit account samen over. Dus gewoon een korte mededeling. Onze naam is ook veranderd. Supergirls. Onze foto is veranderd. Dit is gewoon clickbait. De titel van mijn video is nu ook clickbait, maar dat maakt niet uit. Even serieus, als je erover nadenkt, klopt de titel wel. Want ze stopt alleen met YouTube, maar gaat wel verder met een vriendin. De clickbait heeft in ieder geval geholpen, want ik heb ernaar gekeken. Onze bio is veranderd. Ja. Er staan waarschijnlijk nog 3 video's van mij op, maar die wil ik niet wissen. Dus ja, daar staat niet erop. Maar let er niet op, gewoon zeker gaan liken. Dus nu komen er alleen maar nog video's van ons twee. Oké. Okay. Ja. Abonneer. We gaan ook professioneler werken. We gaan ook een goede camera gaan bestellen. Zo. Probeer ook om lang. Ze praat zonder grappen. Echt supergoed of zo. Het komt heel vloeiend en natuurlijk over. Niet voorgelezen. Dat is echt gewoon een hele goede pluspunt voor video's maken op YouTube. Dus ga naar dit kanaal of zo. Ik heb geen idee. Want ze stoppen blijkbaar niet. We zijn gewoon erin getrapt. Hallo jongens en meisjes. Zielige muziek op de achtergrond. Ik heb een mededeling. Nou, je gaat stoppen. Ik stop met YouTube. Heel erg bedankt voor al jullie support. Wat de heck? Dan zeg ik, maar doei. Oké, wat? Dit is echt zo'n stom einde. Wat de heck? Maar zonder grappen, het bijzonderste is nog, de video heeft 60 duimpjes omhoog en het kanaal heeft bijna 2000 abonnees. Ik vraag me dus oprecht af wat hierop geüpload is. Oh. Alle video's zijn verwijderd. Dat was dus ook een heel groot succes. Ik stop met YouTube. Maar niet als ik 15 likes krijg. En het trieste is dat hij maar 7 likes heeft gekregen. Laten we maar eens kijken. Ik ga stoppen met YouTube, maar niet als ik 15 likes. Als jullie 15 likes weten te halen, dan niet. Fuck was dit dan? Ik heb nog nooit iemand zoiets zien filmen waar je gewoon misselijk van wordt. En het tweede, wat de heck was die demonische stem? Moet je horen. 15 likes. Wat de heck, echt zo van? Als we niet de 15 likes gaan halen op deze video. Alsof er een innerlijke demon in hem zit. Zo laag ging zijn stem daar. Nou ja, helaas is deze dus wel gestopt. Want hij heeft de 15 likes niet gehaald. Ik ga stoppen met YouTube, sorry. Ik ga echt stoppen, echt waar. Oké. Okay. Dat is een grap. Echt, ik ga... Omdat mijn abonnees zijn weinig. Ik heb geen weergraven, geen likes, dus...
Ik ga stoppen met YouTube. Dit is de laatste video. 1 april, grap! Doe die like erop, abonneer. En je hebt sowieso deze video afgekeken, anders weet je ook niet wat je moet doen. Zal ik jullie even wat laten zien? Deze video is geüpload op 2 april. Ik heb eerder een 1 april grap gehad in een Discord donderdag video die ook niet op 1 april was geüpload. Deze video is wel op 1 april geüpload, dus dit is sowieso een grap. Oké. Nee. Voorspelling wat deze video gaat zijn. Hij gaat 8 minuten lang niks zeggen. Hier is hij stil. Oh, kijk, hier gebeurt wat. Wat? Serieus? Je gaat 8 minuten video uploaden en dan is de grap dat je niks zegt en dat je dus niet stopt met YouTube. Origineel, heel origineel. Super grappig. Nou, wat is deze video dan? Helemaal, ik ga stoppen met YouTube. Okay. Ik kan niet huilen ofzo. Maar ik ga gewoon verder met een andere kanaal. Dat is met Dona. En oh. Waarom kunnen mensen niet filmen? Dit is echt al de derde video waarin we meer plafond, hand en kleding zien dan een hoofd. Moet je ook dit zien? Dit is waar ik op stop. En haar tik op de... Jezus. In de beschrijving. What the fuck? Oh, ik ben dus zo moe. En haar Snapchat naam staat daar ook bij. What the heck? Ik ga eerst, Zo film je toch niet? Kom op! Oh, hier zien we iets meer van je gezicht. De naam ga ik... Of neusgaten. We zien neusgaten. Wat de heck? Oh, kijk! Nou, oh, eindelijk. Op... Na een minuut bedenkt ze van... Oh shit, ik moet toch de camera op mijn hoofd richten. Man. Als jullie fans van mij zijn, ik weet dat ik... Weet je, sorry, maar dan kan ik begrijpen dat mensen niet naar je kijken als je hele video zo met een camera zit te doen. Nope. Ik stop misschien met YouTube. Heel eerlijk begrijp ik deze titel niet helemaal. Gezien het feit je toch wel de keuze hebt gemaakt. Want je maakt er een video over. We gaan het gewoon bekijken. Yo, what up mensen. Vandaag ga ik jullie even wat uitleggen. Okay. Misschien stop ik met YouTube. Ja, het is niet leuk. Het shirt dat dit jongetje aan heeft. Oh mijn fucking god. Fortnite merchandise, yay! Ik kan veel beter mijn merchandise kopen. En ik wil even zeggen, kijk, abonneer hier. Bruh. En zie je... What the heck? Hier zie je lekker even dat ik... Nou, wat zeg je daarvan? Dat ik mijn naam hier neer heb gezet. Wat? Wat de heck, zijn naam? We gaan verder. Hier. Ben ik zelf niet. Bruh. Sound wat En ik stop dus met YouTube. Misschien stop ik ermee. Misschien ga ik het zo hoor. Wat zijn die geluidseffecten? Ik begrijp hier. Ik laat jullie nog wel veel video's zien, hoop ik. Oké. Okay. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ik kan die edit niet serieus nemen. Het zijn echt zulke stomme geluidjes. En ook trouwens het feit dat hij in een video zegt... Ik stop misschien met YouTube. En dan al gelijk in een video zegt... Ik stop niet met YouTube. We zijn weer geklikbait. Dus... Jij? Ik stop misschien met YouTube. Misschien toch wel? Nou, dan was deze video eigenlijk later... Nou, dit was al de meest vage ik stop met YouTube video
ooit. Deze gaan we als laatste bekijken, omdat die 10 minuten duurt. Hoe de fuck kan een video 10 minuten duren als je stopt met YouTube? Dit is niet zo moeilijk, toch? Je doet, yo mensen, ik stop met YouTube. Doei mensen. Fucking 4 seconden tijd. Yo, Harry. Oh, ben ik lekker. Oh, ben ik lekker. Nou mensen, toch dat jullie weer kijken naar... Wat? Echt? Holy damn! Die goud op zichzelf. Wat de heck. Oh, wat lekker! Oh, Melvin! Oh ja! Oh! Oké, sorry. Mijn naam is Kian. Okay. We gaan vandaag reageren op... gaat fout. Giet fout. Nee, Geitje. We gaan vandaag reageren op... ik stop. Wat? Ja. En trouwens... Als je, kijk, als je een roomtour opzoekt, als je een roomtour wil zien, dan klik je... Oh mijn god, nee, dit is toch niet eentje die het beeldscherm zo filmt? Volgens mij is deze jongen exact hetzelfde aan het doen dat ik nu doe. Als je erover nadenkt, ik aap hem gewoon na. Scroll je iets naar onder. Kijk dit dan. En dan zie je mijn video. Wat de heck? Eerlijk? Wat de heck? Ergens... Het is weer een clickbait titel, maar het is wel ergens ook een hele leuke... Ik heb hier geen woorden voor, want hij doet het op een bepaalde manier heel leuk, hoe hij praat en zo, en hoe hij tegen ons praat als kijkers, maar dan filmt hij de video gewoon zo en dan... Oh, dat is zo zonde. Want ik heb wel het gevoel dat dit een best leuke video kan zijn. Alleen... Alleen werkt het gewoon niet. We hebben heel veel mensen gezien die zijn gestopt met YouTube. We zijn ook geklikbait en ja, wat een top video was dit. Heb jij genoten? Druk natuurlijk op dat blauwe duimpje omhoog. Klik hiernaast op het anders abonneren. Reageer er ook op dat belletje. Doe het allemaal. Koop mijn merchandise. En ja, dit zijn allemaal mensen die zijn gestopt met YouTube. En voor de duidelijkheid, ik stop niet met YouTube. Doei mensen!